Toen ik net was begonnen met video's maken, kon ik letterlijk niks. Het heeft me jaren gekost om het mezelf goed aan te leren. Daarom heb ik 10 tips voor de beginnende videomaker om al deze fouten te voorkomen. En zo ga je razendsnel van dit naar dit. Wat typerend is voor een beginner, is het werken met automatische instellingen. Dan gaat de belichting alle kanten op, de kleuren van de witbalans veranderen steeds en dat geeft gewoon een amateuristische uitstraling. Ga dus leren over handmatige witbalans, dan verandert die niet steeds. Het is echt niet moeilijk, er staan zelfs plaatjes bij wanneer je welke optie moet gebruiken. Handmatige belichting is de tweede. Zet je camera op manual en bepaal zelf de instellingen. De framerate zet je op 25 frames per seconde en de sluitertijd altijd op het dubbele daarvan, oftewel 1/50ste. Zo creëer je een natuurlijke look. Met het diafragma bepaal je hoeveel scherpte er is. Met een klein diafragma, oftewel een hoog getal, dan heb je veel scherpte diepte. Van voor naar achter is alles scherp. Met een groot diafragma, oftewel een klein getal, dan heb je alleen een onderwerp scherp en een mooie onscherpe achtergrond. Stel nou je filmt buiten en het is te licht met jouw instellingen, dan maak je het met een ND-filter iets donkerder. Als je binnen filmt en het is dan juist te donker, dan verhoog je de ISO om de belichting te verhogen. Of je zet een lamp aan. 2 jaar lang had ik geen idee hoe dit allemaal werkte. Des te eerder jij het wel begrijpt, des te sneller je professionele video's gaat maken. Vanaf de eerste dag moet je jezelf dit gewoon aanleren. Als je een beetje op YouTube gaat kijken, dan kom je er snel achter dat slow motion heel erg cool is. En het is het ook, maar meer slow motion is niet altijd beter. Dankzij te veel slow motion wordt je video traag en voorspelbaar. Gebruik het dus op de juiste momenten. Bijvoorbeeld om actie te benadrukken, een waterval een dramatische look te geven of een emotioneel moment vast te leggen. En als je slow motion gaat toepassen, doe het dan wel weer volgens de regels. Zet hem op 50 frames voor 2 keer slow motion en zet de sluitertijd op het dubbele van de framerate. 2 keer 50 is 100, oftewel 1/100ste sluitertijd. Maak de juiste keuze tussen PAL en NTSC. PAL is de Europese standaard en NTSC is Amerikaans. Kies de juiste in de juiste regio, anders kun je flikkering van lampen krijgen. Check vooral mijn video hierover met meer informatie. Een edit maken op de beat van de muziek maakt een video gelijk professioneler. Maar je moet het ook af en toe loslaten, anders wordt je video weer saai en voorspelbaar. Varieer dus met het type beat waar je op knipt, speel met het tempo van de edit en laat ook soms een actie zien op de beat in plaats van een knipje. Vind je dit nou een toffe video en heb je er tot nu toe iets aan gehad? Zou ik het tof vinden als je iets terug doet voor mij en dat is gewoon even een like achterlaten. Het is een kleine moeite, maar daarmee support je mijn kanaal wel heel erg. Thanks daarvoor. Wat je ook meteen tegenkomt op YouTube, dat zijn de epische whip transitions. Die kunnen echt wel cool zijn, maar het is echt niet alles. Je zal de zoveelste videomaker zijn die dit namaakt. En daarnaast is het ook niet toepasselijk op ieder soort video. Wat echt cool is, dat zijn gewoon keiharde cuts. Maar dan op een professionele manier. Als je iets filmt, dan doe je dat vanuit verschillende hoeken. Knipt het in elkaar en je krijgt meteen een Hollywood gevoel. En als je dan toch meteen echt professionele video's wilt maken, ga dan meer leren over composities. Denk aan rule of thirds, leading lines, symmetrische shots of bijvoorbeeld lage shots. Niet alleen de compositie is belangrijk, maar ook beweging. Gaat iemand van links naar rechts in je shot, zorg dan dat hij in het volgende shot ook naar rechts gaat. En hetzelfde geldt voor jouw camerabeweging. Als je in het ene shot van links naar rechts gaat en in het tweede shot van rechts naar links, dan ziet het er gewoon niet zo smooth uit. Ik heb zelf in de loop der jaren heel veel nieuwe gear verzameld. Maar als beginner moet je dat allemaal loslaten. Al die nieuwe camera's en lenzen, laat het los. Je hebt een camera met een lens gekocht en daar ga je het voorlopig mee doen. Door niet te focussen op gear ga je juist aan de slag met al deze nuttige tips en het beter maken van je videoskills. Het is dan wel weer zo dat het slim kan zijn om te investeren in goede spullen. Buy nice or buy twice. Deze gear gaat langer mee en je kwaliteit is direct hoger. Zelf heb ik in het begin veel geld en tijd verspeeld. Bijvoorbeeld met lampen. Eerst een ringlamp, daarna zo'n lamp en toen eindelijk pas een echte goede lamp. Die lamp is niet eens echt duur of zo, maar ik wist gewoon niet beter, dus ik kocht de verkeerde dingen. Net als met ND-filters. Eerst een goedkope, daarna wel een goede, maar die waren te klein, dus niet futureproof voor grotere lenzen. Toen heb ik grotere gekocht en toen uiteindelijk een uitgebreid en kwalitatief goed systeem. Dus als je deze fouten niet wil maken, moet je vooral mijn gear-video's checken voor de echte en eerlijke tips. Tip nummer 9, volg workshops of koop een cursus. YouTube is leuk en erg leerzaam, maar niet gestructureerd, dus het proces kan chaotisch zijn en lang duren. Een basiscursus neemt je stapje voor stapje mee door het proces en een persoonlijke workshop is echt een afsnijroute naar professionele kennis. En het is wel heel erg toevallig, maar ik bied persoonlijk ook die workshops aan. Dan kom je hier naar mijn studio en leer ik je alles over wat audio, alles over belichting, camera-instellingen, diafragma, sluitertijd, composities, we kunnen het hebben over business, over freelancen. Ik kan het je allemaal leren. Om beter te worden moet je simpelweg meer en meer en nog meer gaan filmen. Ga een dagje weg en film dat.
Of ga op reis en maak een vlog. Of film een feestje van vrienden of familie. De echte lifehack tot beter worden is gratis werken voor klanten. En je bouwt ook nog eens aan je netwerk om uiteindelijk betalende klanten te vinden. Meer daarover in deze video met 10 tips hoe je aan klanten kunt komen. Laat een dikke like achter, vergeet niet te abonneren en dan zie ik jou in de volgende. Later!